Heb je het gezien? Hebben jullie gekeken? Naar die halve finale, die beker? Barcelona tegen Sevilla. Ah, jongens, wat een wedstrijd weer. Wat een spanning. De laatste minuut en noem het allemaal maar op. En dat is nou de voetballerij ten voeten uit. En helemaal zoals de voetballerij is, moet je nu die Spaanse kranten lezen. Die gaan helemaal uit hun dak over Ronald Koeman. Ja, maar nou is Ronald natuurlijk zo ongeveer weer heilig verklaard. En die wordt weer hup op het schild getild. En er is niemand beter dan Ronald Koeman. En nu heet het project Koeman. En Koeman is natuurlijk tactisch weer helemaal fameus en sterk en dit en dat. Nou, ze weten gewoon niet in welke superlatieven ze nu moeten schrijven over Ronald Koeman. Nou ja, goed. Had hij verloren, dan had Ronald zich moeten dekken, want dan was hij helemaal weggeschreven. En dan was het de slechtste trainer geweest die Barcelona ooit had gehad. En dan moest er heel snel een nieuwe trainer komen. Nou, goed. Dat is de voetballerij. Maar nou even Nederland en Ronald Koeman. Dat gaat dan weer even anders. Ineens kwam er zomaar een stuk in de moeilijke tijd, want Ronald die kwam natuurlijk in de verkeerde periode daar bij Barcelona. En gezeur in het bestuur, en financieel gezanik, en gedoe met Messi die weg wilde. Ga zo maar door. En daar komt een stukje in de Voetbal International. Het zogenaamde serieuze voetbalblad, jongens. Nou ja, hey. En daar kwam een verhaal, en onder de kop, let op hè. Ronald Koeman wordt nooit een coach voor wie grote voetballers een stap extra zetten. Dat stond er te lezen in de VI. Nou ja, dan zeggen jullie, ja, die VI, wat kan het je schelen? En dat klopt, want de VI is gewoon een voetbal Donald Duck. Dat is wat de VI is. En de VI die gaat dan eventjes helemaal Ronald Koeman afbranden op het feit dat hij niet met grote voetballers kan omgaan. Hé, hey, nou dat is werkelijk zoom kotsen. En dan is het gewoon belachelijk dat zo'n zogenaamd serieus blad zoveel wartaal wil afdrukken. Dat is toch werkelijk te gek voor woorden. Want als er nou eentje is die met topvoetballers om kan gaan, dan is dat Ronald Koeman wel. Heeft dat bewezen bij Feyenoord, waarin hij altijd weer moeilijke voetballers zoals Pelle en Guidetti, die toch maar weer aan het voetballen kreeg. En andere coaches is dat nooit gelukt. En wat dacht je bij het Nederlands elftal? Wat denk je van makkelijk met Depay en noem het maar op. Niemand krijgt die gasten aan het voetballen. Ronald Koeman wel. En juist Ronald Koeman, die kan zich inleven in een situatie zoals Messi. Want Messi, die was een beetje klaar met die club. En die wilde weg. En Ronald, die heeft gewoon weer op hem ingesproken. En Ronald heeft hem het vertrouwen gegeven. En Ronald heeft weer alles in Barcelona om hem heen gebouwd. Zodat Messi zich weer prettig voelt. Dat heeft Ronald Koeman gedaan. En dat zie je nu terug. Want wie is er blij op het veld? Wie werkt zich helemaal de ballen voor Ronald Koeman? Messi. En wie is er weer blij en opgewekt? En wie loopt er weer te juichen? Messi. En dat komt allemaal door Ronald Koeman. En hebben wij al een sorry gehoord van die Donald Duck, VI. Hebben die al iets laten weten van, oh, hier zitten we eventjes helemaal mis. Nee, ik zou het toch maar even snel doen, jongens.